Ja. Zaterdag en zondag 18, 19 augustus 2012 was voorspeld. Het zou een tropisch weekend worden in Nederland en zeker ook in Wassenaar natuurlijk. Mensen waren er zaterdagochtend vroeg bij. Het was een slag. Iets naar achter begon het al binnen te druppelen. Mensen bepakten mijn zak met de bekende strandattributen. Het strand is nog relatief leeg om 8:30. Maar het is heerlijk zomerweer. Dus alle aanleiding om er vroeg bij te zijn. Iedereen had zijn spulletjes meegenomen en sommige mensen hadden ook gewoon hun ontbijt maar meegenomen. Dan konden ze direct op het strand de dag beginnen. Zo, aan het begin van de ochtend was er nog wel ruimte om plekjes uit te zoeken. Het is om 8:30 'smorgens. En dit is een uur later en nog een uur later is alles helemaal vol. Er staat dan een file door de hele duinen heen. Van de klip tot aan de Wassenaarse slag. Een grote stoet auto's. In de strandleven, ja, dat zal niet zoveel te vertellen. Jong en oud. Onder toezicht ook van de reddingsbrigade en ook wat politie was op de been. En was redelijk goed voorbereid. Advies om veel te drinken met het warme weer. En de strandhoreca had natuurlijk de nodige maatregelen getroffen. Ja, en het werd inderdaad zoals beloofd meer dan 30 graden. 31 graden. Ja, en de politie twittert ook. Het is echt afgesloten. Met de fiets of lopend of met de scooter kon je dan wel naar het strand komen. En dat deden mensen ook. Heel veel mensen kwamen naar het strand. Ik heb echt nog nooit zoveel fietsen gezien op de Wassenaarse slag. Maar ja, enkelingen gingen ook met de bus. Ja, de bus die reed nog. De hele dag gingen mensen terug naar huis en weer naar het strand. Het was een komen en gaan van mensen. En vanaf een uurtje of 2, 3 's middags was het vooral veel mensen naar huis en minder mensen naar het strand. Naar huis was het toch makkelijker dan er naartoe. Maar ook op weg naar huis was er hier en daar een file. En dit is het beeld vanaf de surfclub. Was 's morgens vroeg. Met een vollopend strand. Laat werd er gezwommen, gegeten en gedronken en toen was het 10:00 en toen was het echt donker. En het einde van het tropisch weekend 2012.